In deze film laat ik zien hoe makkelijk het is om wallen onder ogen te verwijderen. Wallen onder ogen, dat kan soms gebeuren. Als het gisteravond bijvoorbeeld te laat is geweest of stress. Dan uh, kun je daar wallen van krijgen. En een visagiste kan daar al een hoop aan doen, maar niet alles altijd. En daar kan Photoshop dan weer een stukje in helpen. Ik ga deze wallen aanpakken door ze simpelweg gewoon met een kleur op te vullen. En de structuur terug te laten komen bovenop die kleur. En om dat te doen ga ik om te beginnen eerst eens de laag dupliceren. En dat doe ik met de combinatie Ctrl-J. En je ziet, ik krijg er een tweede laag bij. Van deze laag ga ik een slim object maken. En dat doe ik door er met rechts op te klikken en omzetten in slim object te kiezen. En waarom doe ik dat? Ik ga hier een filter op toepassen. En misschien wil ik dat filter later nog wel veranderen. En als je laag een slim object is, dan kun je later nog gewoon terug naar dat filter en de waardes veranderen. Laat ik eerst het filter eens even toepassen. Ik zoom in tot 100%. En ik ga naar het filter hoog doorlaat. En dat vind je bij overregen. En dan staat hier hoog doorlaat. En welke waarde je hier moet kiezen, dat hangt natuurlijk van je foto af. En je begint eigenlijk gewoon op 0 en je gaat langzaamaan de waarde verhogen, totdat je de structuur van de wallen onder de ogen langzaamaan terug ziet komen. En dat is in dit geval 0,5 en ik druk op oké. OK. Nu is de foto echter nog geheel grijs. Dat kan ik veranderen door al het grijs gewoon transparant te maken. En dat doe je door de dekkingsmodus te veranderen van normaal naar bedekken. En je ziet het komt gewoon terug. Als je de laag uitzet, dan lijkt er op zich niet zo gek veel veranderd totdat je inzoomt op 100%. En dan zie je dat ik eigenlijk gewoon een hele lichte verscherping heb toegepast. Maar het gaat in dit geval alleen om de ogen en dat ga ik straks ook weer gewoon netjes oplossen. Ik maak een nieuwe laag aan en dat doe je via de combinatie Ctrl, Shift en N. En je drukt op OK en deze laag zet ik tussen mijn twee lagen in. Nu is het dus zaak dat we gewoon deze wallen in gaan kleuren met de kwast. En de kwast die vind je hiernaast of die vind je met de sneltoets B. En de grootte van de kwast die je moet kiezen, die is ongeveer net zo groot als de wallen. En wat je dus eigenlijk moet doen is gewoon een kleur pakken die redelijk overeenkomt met wat het zou moeten zijn. En dat doe je door de Alt ingedrukt te houden. Dan wordt je kwast tijdelijk een pipetje. En als je dan gewoon de kleur klikt, dan zie je dat die daar de juiste kleur heeft en dan kun je gaan verven. Nou, in principe wordt dit gewoon veel te hard. Dus dit maak ik even ongedaan met Ctrl-Z. En ik ga de stroom verlagen. Niet de dekking, de stroom. En die zet je echt gewoon mega laag. In dit geval 3%. En als je dan schildert, dan zie je dat het allemaal gewoon veel geleidelijker gaat. En als je in een donkerder gebied komt, dan pak je gewoon met het pipetje even een nieuwe kleur. En verf je daar een klein stukje verder. En dat doe je ook aan deze kant. Het is al beter, het is alleen nog te erg. Er ligt te veel kleur bovenop, dus ik zet de dekking van de laag lager. En je ziet dat ze een stuk verdwijnen. Op zich komen ze nog wel terug, maar we gaan nog een laag aanmaken. Ik maak een tweede laag aan, wederom met Ctrl Shift N. En ik zorg dat die laag tussen mijn foto staat en tussen de laag met het hoogdoorlaatfilter. En ik maak de kwast iets kleiner. Ik pak met ALT wederom even tijdelijk het pipetje. En ik verf gewoon nog een keer over de gebieden heen. Nou, ook deze staat op 100%. Dus die schuif ik ook iets of wat terug. En het andere oog pak ik ook aan. Maak je nou een fout, dan kun je heel eenvoudig met het gummetje, sneltoets E, nog een stukje weghalen. En je gaat weer terug naar de kwast. En je doet het opnieuw. Als je het nu vergelijkt met het origineel, dan zie je dat er al een behoorlijk verschil is. Alleen zit ik nog even met die structuur te hameren. Er mag ietsjes meer structuur in. Dus ik ga terug naar het hoogdoorlaatfilter. En nu snap je dus waarom we net een slim object hebben gemaakt, want als ik dubbelklik op het woord hoogdoorlaat, dan krijg ik gewoon het filter terug. En je gaat gewoon de waarde verhogen totdat je structuur terug ziet komen die je bevalt. En dan klik je op oké. OK. Alleen dit heeft effect op heel de foto. Niet alleen onder de ogen, maar ook bijvoorbeeld in de haren. Ik hoop dat je het kunt zien. Misschien dat YouTube de film een klein beetje te ver comprimeert. Maar ik ga dus zorgen dat dit alleen in de ogen gebeurt en niet op de rest van de foto. En dat doe ik door een laagmasker aan te maken. En het laagmasker, dat maak je hieronder aan. En als je nou de Alt ingedrukt houdt, dan zie je dat er een laagmasker bij komt, wat meteen gevuld is met zwart. En dat betekent dat het hele effect uitstaat. En met de kwast kunnen we gewoon wanneer wit de voorgrondkleur is, langzaamaan daar kleuren en dan komt die structuur onder de ogen terug. En eventueel kun je het met zwart weer uitzetten in gebieden waar dat niet de bedoeling was. En hou je de Alt ingedrukt, dan zie je ook gewoon keurig in je masker waar je gekleurd hebt. En waar het dus aan staat. Want waar het wit is, daar staat het masker aan. En waar het zwart is, daar is het masker uit. Dus je ziet, dit zit eigenlijk alleen rondom de onderkant van de ogen. En ik pas het nog een klein beetje aan, druk op oké. OK, en nou is het dus als sneeuw de zon verdwenen. Dit is before en dit is after. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!